en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik praat een beetje zacht. Het is vandaag maandag en het is nog vroeg. Het is wel al licht, maar het is nog vroeg en iedereen slaapt hier nog. Ik ga nu naar school. Even 1 uur les heb ik. Heel stom. En daarna heb ik een examen en dan ben ik alweer vrij. En dan wacht mijn zus, als het goed is, thuis op mij. En dan rijden we door naar Amsterdam. Ik ben nog niet helemaal wakker als je door hebt. Maar ja, en daar gaan we naar een opening van de TK Maxx, geloof ik. Ja. Er zijn 2 filialen, maar volgens mij gaan we er naar eentje. Ik ben heel benieuwd. En ja, dat is eigenlijk mijn dag. Dus ik ga nu als een malle naar school, anders ben ik weer te laat. En ik ben eigenlijk deze keer op tijd. Dus laten we ervoor gaan. Ik heb er al vertrouwen in. Ik heb een Engels schrijfexamen. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik zie het wel. We zitten in de auto. Ik hoop dat je me kan horen. We zijn bijna in Amsterdam voor het event. Dus ik dacht, ik zeg het even, anders wordt het zo'n onduidelijk verhaal. Dus ja, dat is het plan. We zitten even op een bankje, want het was hartstikke heet binnen. Maar in ieder geval, we zijn allemaal goed geslagen. En je ziet hier geslaagd met een D. Maar dit zit allemaal in mijn tasje. Dus ik ben helemaal blij. En Leonie is goed geslaagd en Melis ook. Alleen haar tas staat verdacht opgesteld. Ik was weer thuis van de TK Maxx. Het was trouwens geen event, maar een opening. Maar for some reason noem ik alles event. Heel irritant. Maar oké. Dit is wat mijn zus heeft gekocht. Eventjes heel snel. Hele mooie make-up opberg dingen, slippers, highlighter dingetje en nog overige dingen. En een, jawel, NARS sponsor. En ik nam, even kijken, hier nog iets voor Levi mee. En verder nog hele leuke dingen. Maar goed, dat zien jullie als jullie het willen zien terug op onze blog glamandglitters.nl. Dus als die, als het artikeltje al online staat, dan zal ik even een linkje daarvan in de omschrijving doen. Dus dat is het en ik ben er helemaal blij mee. Goedemiddag, ik ben terug van school en het is vandaag dinsdag trouwens. Heb ik gisteren al gevlogd? Ja, tuurlijk heb ik gisteren gevlogd. Oké, het is vandaag dinsdag. Ik zie er niet uit, want ik ben 100 keer door de regen heen gelopen vandaag. Maar in ieder geval, ik heb weer een examen gehad en nog wat les. Dus ja, op zich prima. En het is nu iets van 2:30 is het al. En ik moet nu gaan leren als een malle. En ik moet nog eventjes foto maken voor de blog. Eigenlijk van de producten die we gisteren hebben gekregen. Want daar willen we even een shoplog artikeltje over schrijven. Wat ik gisteren ook al zei. Dus mijn zus is hier nu. En dat gaan we eventjes doen. En daarna ga ik dus weer leren. Ja, feest. Daar heb ik echt zin in. Nee. Maar ja, het is helemaal niet anders. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. Goedemiddag. Ik ben dus aan het leren. Nou, heb ik normaal gesproken al ontzettend veel concentratieproblemen. En kan ik me al nooit langer focussen dan 5 minuten. En nu is het ook nog echt super hard aan het onweren en noem je dat, ragelen. En ik weet niet of het overkomt op camera, maar qua geluid. Maar dat hoor je in mijn kamer echt alsof het gewoon op je hoofd valt. Dus nu kan ik wel echt gewoon dit uit mijn hoofd zetten. Gewoon, dit werkt toch niet? Ik kan me nu echt niet concentreren. Maar goed, ik zou wel moeten eigenlijk, want ik heb morgen die toets. Dus ja, wat verschrikkelijk. Goedemiddag, ik ben terug van school en ik heb... Levi is hier en die maakt een heel raar geluid. Het licht is ook weer... Die camera, jongens. Echt waar. Ik ben er nog steeds niet uit. Maar goed. Ik ben dus terug van school. Ik heb een toets gemaakt. En het ging best wel oké, denk ik. Dus ik heb nu eindelijk mijn leven terug. Als ik geen herkansing heb. Ja. En ik ben vrij morgen. Want dat is gewoon mijn vrije dag van school, zeg maar. En vrijdag is het iets van een feestdag. Goeie vrijdag of zo, dacht ik. Dus dan ben ik ook vrij. Dus eigenlijk heb ik gewoon al weekend. Donderdag om... 3 uur 's middags. Dus dat is wel heel erg leuk. Wat ik nu ga doen is eventjes meteen weekvlogs bewerken. En video's bewerken. Zodat ik veel online kan gooien voor jullie. Want ik heb wel iets goed te maken. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. Ik ga dus even dit nieuwe ei uitproberen van Eco Tools. Voor mijn hoofd. En dan begreep ik dat je hem eerst nat moest maken. Dus laten we dat maar even gaan doen. Ik ben heel benieuwd. Het heeft een beetje een aparte vorm. Maar Vera was heel erg tevreden over. Dus ja, dit wordt de eerste keer make-up aanbrengen met een ei. Oké, er staat echt gangstermuziek aan op de achtergrond. Maar dat is mijn Spotify nou eenmaal. Ik irriteer me er mateloos aan. Maar wat zijn we gaan te doen? Ik denk dus dat ik even die mengelmoes van foundation die ik altijd gebruik. Eerst op mijn hand moet doen. Zo. En daarna dat ik het dan op mijn gezicht smeer of zo. Ik ben echt heel erg benieuwd. Hij is hier nog echt hartstikke nat. Oké. Let's go.
Ik weet ook niet hoe je het... Het voelt zo onnatuurlijk of zo. Hier is het zo. Nou, zo ziet de make-up look redelijk gelukt. Tenminste, ik hoop dat je dat ziet of dat je dat denkt. Maar goed, in ieder geval, de make-up zit erop. Ik heb vandaag iets meer moeite gedaan, want ja, kon een keer, ik had een keer tijd. Dus ja, ik ga nu eventjes met mijn moeder, wat gaan we ook weer doen? Volgens mij waren het plan nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, dat zullen jullie zo wel zien. Dus ik ben uiteindelijk best wel tevreden trouwens over het resultaat van de foundation. Ik denk dat het gewoon even wennen is. Maar ja, dat is het dus. Goedemiddag, ik ben weer terug van de intratuin. Het was gezellig en... Jeetje. Ik ga nu eventjes een video filmen en daarna gaan we eten. Dus ja, dat was mijn dag alweer. Echt heerlijk, vrije dagen. Love it. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag. En wij gaan eventjes met mijn oma, moeder, vader en zus heel burgerlijk gaan we naar de toko om daar Indonesisch te eten samen met mijn omaatje. Want mijn oma is een Indo, ik weet niet of je dat wist. Maar goed, dat is ook wel leuk voor haar om daar even het eten te proeven. Dus dat gaan we doen en ik ga hem weer naar beneden brengen op de trap. Rennen op de trap. Wow, licht, hallo. Zoiets. Ja. Lekker hoor. Is die lekker, oma? Gaat ze lachen. Lekker. Hallo. Nou, het voordeel aan in het dorp wonen is dat je hier kassen hebt. En rond deze periode, zeg maar, dat het bijna lente wordt, kun je dus voor super goedkoop plantjes kopen. Wat een hoofd hoor. Eet niet joh, ik zie er ook niet uit. Maar, dus dat gaan we nu even doen met oma voor haar balkon. Gaat ze even allemaal planten kopen. Maar het is echt super schattig. Dat heb je echt alleen in een dorp. Dus ja, de auto's worden ook gewoon in de weilanden geparkeerd. Dus dat is wel heel apart. Echt leuk hè? Nou, dat is het prijzenbord. Hoe grappig is dit? En dan heb je zeg maar daar allemaal planten. Dus je loopt gewoon in de kassa eigenlijk. Nee? Ja, wij zijn hier. Lukt het al, oma? 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 Lukt het al? Wat zeg je? Lukt het al? Ja. Ja. Gelukkig. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik heb gisteren niet gevlogd omdat ik ging werken en daarna... Wat heb ik eigenlijk daarna gedaan? Blijkbaar niet iets interessants. Wow, deze glimmer echt helemaal. Maar oké, daarom heb ik niet gevlogd gisteren. Maar vandaag ga ik ook niet heel veel boeiend doen hoor. Maar goed, ik kan wel vloggen. Ik ga namelijk even naar mijn oud-tante, daar gaan we even op visite. En daarna komt mijn zus hier eten, geloof ik. Dus ja, dat is de planning alweer voor vandaag. Goedenavond. Het is alweer avond, zoals ik net al leuk zei. Goed zo, Laura. En we hebben net gegeten. Super lekker. Rotti had mijn zus gehaald en haar vriend. Dus ja, was heel erg lekker. En ik ga nu even naar beneden eventjes gewoon rustig aan doen. Misschien nog even in bad, maar weet ik niet zeker. Ik ben lekker rood van het liggen, zie ik alweer. Ik heb net namelijk de afleveringen van Riverdale gekeken die ik had gemist. Dus super leuk. Wat is dat, Leef? Iemand toetert en Leef is helemaal confused. Wat is dat? Maar oké, dus dat heb ik net eventjes gedaan. Dus ik ga misschien zo nog even in bad. Maar ik ga nu even beneden gezellig doen met mijn familie. Dat moet ook gewoon gebeuren. Dus dat is de planning voor nu. En daarom zeg ik jullie alvast slaap lekker en tot morgen. Want ja, morgen ga ik weer verder vloggen. Maar voor jullie tot volgende week. Dus heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week. En trouwens, ik heb deze week eindelijk weer de 107 abonnees gehaald. En dat is voor mij echt een mijlpaal. Want het ging helemaal niet goed met mijn abonnees. Dus het was ergens wel een beetje jammer. Maar gelukkig is het nu weer erbij gekomen. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Dus bedankt daarvoor en hopelijk tot volgende week. Zeg maar doei.